waarmee ze ook reeds 3 weken geleden in Budapest op het Europees kampioenschap een 7e plaats haalde tijdens de finale met dit tuig. Ja, Griekenland doet het hier natuurlijk verrassend goed. Zij zijn echt serieus kandidaat voor die 3e plaats. Hoewel ik moet zeggen dat Italië het ook zeer goed doet. En beide landen stonden voor deze wedstrijd officieel op een respectievelijk 10e en 8e plaats gerangschikt. En nu zijn ze hier in halve finale. Of beter gezegd, strijden ze voor het brons voor de 3e plaats.